Ajax is natuurlijk de favoriet in deze wedstrijd uit tegen Excelsior. Maar het verloor wel de laatste twee wedstrijden tegen Zwolle. En afgelopen woensdag nog de topper tegen PSV. Linda Bakker krijgt wel de eerste kans voor de ploeg van Danny Schenkel. En hier de bal op de lat gekopt zelfs door Stefanie van der Gracht. Maar Excelsior, dat dit seizoen nog maar één wedstrijd wist te winnen, houdt in de eerste helft knap stand. Het staat 0-0 bij rust. En na rust is hier een goede redding van Isa Pothof op de kans van Quinty Sabayo. Ajax wordt wel sterker in die tweede helft en krijgt hier een strafschop. Daar kan weinig twijfel over zijn als Isa Kagenaar aan de verkeerde kant staat te verdedigen en de overtreding maakt op Victoria Pelova. En dan is het Marjolein van den Biggelaar die vanaf 11 meter dan eindelijk Isa Pothof weet te passeren en Ajax op 1-0 zet. En daar is de 2-0. Die komt vrij snel van Chesty Grant. In november won Ajax thuis. Ook heel moeizaam van Excelsior. Toen werd het slechts 1-0. Nu leidt het diep in de tweede helft met 2-0. Is de wedstrijd dan beslist? Nee, want Kerstin heeft hier een heerlijk paasje op Julia Ibes. En Ibes scoort dan de 2-1. En zo is de spanning weer terug op Woudestein. Goede treffer van Excelsior. En Ajax is er dus nog lang niet. Ajax gaat dan wel meer en meer aandringen natuurlijk. En hier het schot. Nou, was het een voorzet? Ik denk het wel, maar Esli Bakker scoort wel de 3-1. Van heel ver is dit natuurlijk een heerlijke treffer voor Ajax. En dan lijkt de zege binnen. 3-1 is genoeg. Maar Ajax krijgt dan nog voldoende kansen. Wat te denken van deze geplaatste bal met links. Onderkant lat van den Biggelaar. Het wordt uiteindelijk 4-1. Het is geen buitenspel als Esli Bakker, die eerder al de 3-1 scoorde, hier op Woudestein de eindstand bepaalt op 4-1 voor Ajax. Maar echt makkelijk, met name in de eerste helft, ging het niet voor de Amsterdammers.